Lang, lang geleden werd onze planeet bereisd en ontdekt door onze voorouders. Allerlei exotische planten, dieren, schelpen en andere naturalia werden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Met als doel het leven in al zijn verschijningsvormen beter te begrijpen. Verzamelingen werden groter en groter en ordening werd noodzakelijk. Organismen werden geïdentificeerd, gegroepeerd en benoemd op basis van hun natuurlijke verwantschap. In 2010 hebben 3 instituten hun collectie samengevoegd en werd deze met 37 miljoen objecten een van de grootste ter wereld. De wetenschappelijke informatie die we halen uit deze collectie is van groot belang om de kennis over biodiversiteit te vergroten. Naturalis Biodiversity Center is het kennisinstituut op het gebied van biodiversiteit in Nederland. De uit onderzoek gewonnen gegevens worden op dit moment gedigitaliseerd. Vanuit de hele wereld is er straks toegang mogelijk tot informatie die kan bijdragen aan verspreiding van kennis over diversiteit van planten en dieren. Een plek waar wetenschappers samen kunnen werken om de natuur te doorgronden. En wij ons allemaal kunnen verwonderen over het leven op aarde.